En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Jordi vs. Rick. Ik ben de gast hier aan Jordi, hier samen natuurlijk met de enige echte... Jordi! Jordi! Precies, Jordi. Jordi! Jordi! Vorige aflevering heeft Rick gewonnen, dat betekent dat hij nu 1 punt heeft. En ik 0. Eerste punt uit de serie. Eerste punt uit de serie, precies. En vandaag wordt eigenlijk de decisive round. Ja, decisive. Voor mij wel, ja. Voor mij wel, ja. Maar niet voor mij. Nee. Als ik nu win, dan moeten we vrijdag doorgaan met de epische strijd om wie de winnaar wordt. Oké, we hebben de keuze uit 4 verschillende speciale spleefs. We hebben pizza spleef, hamburger spleef, ik weet niet wat dat is, omelet spleef. En ik werd zojuist gekikt van de server. Maar is dat wafelspleef? Ben je gekikt? Voor AFK? Ja, ik denk het wel. Wat mensen het leuk om te weten als je 5 minuten... Oh kijk, de hamburger spleef is trouwens dicht, Jordi. Oh, echt waar? Oh, dan wordt het die geen is maintenance, ja. Oh nee, die is coming soon, die is nooit uitgekomen, joh. Oké, wacht, ik ben weer terug bij pizza spleef. Hoppé. Dus het is of wafelsplief, ja, of... Ja, wafelsplief, let's go, wafelsplief. Ja, wafelsplief. Well, ik zeg het even, wafelsplief. Iedereen gaat je achterna. Fucking hell, hopelijk gaan ze je ook dood maken deze keer. Oké, ze hebben hier, wat ik ook nog opvalt, blauwe blocks en emeralds. Dus waarschijnlijk zijn het nieuwe power-ups. Ja, dan. Nou, dit heeft te maken met de wafel natuurlijk, hè. Ja, ik heb ook altijd wit op mijn wafel en precies, rood. En rood en obsidiaan. Wafel, erotische wafel. Obsidiaan vind ik echt altijd lekker. Wat is dat dan weer? Hoe kan dat dan deze weer? Deze map zit vol met verrassingen, die gekke wafel. Hoe kan dat nou? Ik dacht ik ga Jordi met... Loop weer zo'n flikkertje op bij me. Echt, flikker toch een end op. Jordi, waar ben je? Oh, daar is fucking... Nee, ik ga wegrennen. Ik ren weg voor deze shit. We zijn als het enige beneden momenteel. Jordi, kunnen we samenwerken, dat gouden blok pakken. Oké, wacht. Gouden ding, wat? In het midden. Midden? Oh! Ja, die. Hey, stop eens daarmee. Oh, er zit nog een laag onder, joh. Dit is intense shit, Jordi. Talloze laag onder. Rick, sla me alsjeblieft niet weg. Ik ben bezig met het midden. Je kan ook gewoon weer... Als je een groene haakt, dan kun je gewoon weer naar het gedeelte omhoog, joh. Als je die groene haakt. Wacht, als je die groene haakt... Wacht, die emerald. Een groen blokje laat je springen. En dan kun je gewoon weer verdieping omhoog. Groen blokje. Groene wol is het volgens mij. Of emerald, ik weet niet. Een van de twee. Nee, geen emerald. Nou, dus oké. In ieder geval, die groene wol zit boven zeker, of niet? Ja, ik weet niet. De tweede blauwe verdieping wol. In ieder geval was groene het misschien wol. Blauwe wol? Ja, het was blauwe wol. Zie jij het verschil tussen groen en blauw, Rick? Ja, dagelijks. Oké, dat hoop ik. Ja, maar hoe krijg je onzichtbaarheid in deze? Ja. Het sneeuw? Ja, nee, volgens mij is dat wel iets, ja. Powdered sugar, dat ja. Dat bio freak, motherfucker. Ja, een beetje dat gouden blokje weghakken, hè? Ik heb wel door, met je malle hoofd. Met je malle hoofd. Zit iemand met blokjes weg te hakken en zo? Zo van, daar is dat helemaal niet voor. Stop daar eens mee. Yeah, ik heb hem. Oh, fuck. Nee! Ik stond achter je. Fucking trottoir prostituee dat het is. Hé, jongens. Iedereen staat hier ook meteen weer naar boven. Deze mensen weten dat ze... Zeg maar. Dit zijn de ervaren pizza's previews. Oh, nee. Iemand heeft het gedaan. Verdomme, dit kan ik echt bij hem, anus. Someone just did it. Ah, oh, man, waarom? Waarom doe je ons dit aan? Oh, ik ga die fans zoeken en ik ga zijn vrouw en kinderen dood. Ik ga ze opeten, Nee, wie heeft dit gedaan? Welke mogol heeft dit? Die mag echt van mij sterven nu. Echt, dit is toch niet cool voor de kijkers, dit? Geen whitelist op wat voor server we ooit releasen. Of zo. Ik zie, volgens mij was het die Biofreak, heb ik zo het gevoel. Biofreak Night. Ja, nee, die Biofreak, ik ken hem. Echt waar. Deze persoon is ook gemeen. Zeg maar, als ik hem wegval, dan gaat hij meteen vanaf de lager onder mij laten vallen. Vet ja, lullen. Dat klopt. Dat zou ik ook doen. Dan neem ik jou mee, jongetje. Fuck. Waarom is er niet zoiets als melk in dit spel, zeg maar? Dat je even snel wat melk kan drinken. What the fuck are Jordi? Ja, dat sowieso. Probeer omhoog te klimmen. Alleen... Niemand houdt van Jordi Minecraft. Wat? Wat is er? Ja, alles is mis met Jordi Minecraft. Daar wil ik niet eens mee geassocieerd worden, Jordi, alsjeblieft. Kun je dat censuren eruit? Ah, bio freak, doei. Later, bitch. Ik ben weer in de bovenste verdieping en ik zie hier ook iemand onzichtbaar zijn. Dat vind ik een beetje minder. Het is een irritant aap. Laten we hem even afgooien. Hij is echt kei-irritant. Verschrikkelijk. Ik ga even een poedersuikertje nemen, Jordi. Daar ben ik gelukkig van en rustig in mijn hoofd. Ja, dat zeggen ze allemaal. Gekke poedersuiker. Poedersuiker makes me feel alright. Oh yeah. Pipa poedersuiker. Oké.
Het gek is, als je er gewoon afgedinges wordt, dan kan je gewoon weer heel makkelijk omhoog. Ja, dat is... Misschien kunnen we beter één potje hiermee doen, Rick. Ja, ik weet niet. We zijn nog niet zo heel lang. We zijn nog 5 minuten bezig, ja, we zijn blijkbaar al 5 minuten. Ik kijk ook al, we zijn al 5 minuten bezig. Het gaat duren, dit. Nee, inderdaad. Ik denk dat het ook wel even gaat duren. Nee, ben je dood? Je zegt ook helemaal niks meer. Ik zeg, ben je dood? Ja, ah, ik heb iemand vermoord. Wat? Ik heb iemand vermoord. Oh, nice. Daar kwam het op neer. Oh, Jordi. Ja, ik zeg maar, voor de kijkers is het eerder zoiets van, oh mijn god, wat gebeurt... Ik lag, what the fuck? Ik lag alles. What the fuck? Ik ben weer terug op de onderste verdieping. Kinderlag. Ga je server beter fixen of zo, Woodycraft? Ja, Woody, what the fuck, man? Weet je, ik ben Woodycraft, ik zet craft in mijn naam, dan denkt iedereen dat ik goed ben. Ja, denk je dat ik stoer ben. Je bent niet stoer, je bent gewoon een sukkel met je sukkel. Ja, je bent gewoon een sukkel met je Call of Duty. Iedereen die Call of Duty speelt. Hé, het is Boze Jan, wat een sukkel. Even doodmaken, even doodmaken. Ik maak je dood. Seconde, sekje. Ik zit bij een secte, omdat we zoveel seks hebben in mijn secte. Oh, echt waar? Hey Jordi, hou je van olijven? Blueberries. Ah, kut, waarom heb je mij? Zijn nou stil? Nee, dat zal weer de lag zijn. Ja, dat is de lag. Morgen. Lag, croissant. En ik ben weer beneden. Ja, dat is echt zo. Elke keer als ik lag, val ik naar beneden toe. En er zijn best wel veel gaten, dus als je dan zeg maar een beetje ingedrukt zou. Waar is iedereen? Achter je. We zijn met z'n vieren. Oh, achter nee! Je. Oh, kut. Onzichtbaar persoon zat me een beetje te hakken, joh. Ben je een hakkende hacker? Oké, ik ben weer boven. Dus ik ga wel gewoon op shift en dan hoop ik dat niemand me vindt hierboven. Of niet? Oh nee, iemand zit bij het midden. Iemand zit bij het midden, Jordi. Alert, alert. Welk midden? Waar de Dizzy zit. Rot op daar, persoon. Even heel snel weg. Ja, ik kan die Dizzy toch nooit pakken. Nee, maar die persoon... Er is er al eentje gepakt, hè, zo'n Dizzy pakt, ding. Dan word iemand. Ik ongelukkig en verdrietig. Dit wordt echt een potje van een half uur gewoon, ja, jongens. Ja, ik heb ook zo het gevoel. Maar dat dachten we er net ook, hè? Dat dachten we er net ook, even heel eerlijk. Totdat de lag ons neemt. Ja, totdat de lag ons neemt, precies. Nou, het probleem is, als je wil dat het potje sneller gaat, moet je die tweede verdieping een beetje kapot maken. Want die is bijna helemaal intact. Oh, Rick, zullen we dat doen? Dus wel... Ja, laat maar. Zal een beetje een risico nemen. Oh, fucking. Nee. Oh, yeah. Ik heb het ja, ik heb hem vermoord! Yes! Nog 3 te gaan. Hij zegt ook heel snel, kut Jordi, daar is hij dood. Jordi. Okay. Alleen die Biofreak moet nog dood. En ik ken hem. Ken je hem? Echt waar? Ja, hij is van de Biofreak. Ja, met je pickaxe. Pikant. Nee, Jordi! Rot op! Hier, olijf, bitch! Ja, je weet dat het niet voor iedereen geldt, toch? Maar dan doe je item weg, hè? Mietje. Wat item weg? Ik doe helemaal niks. En dan ben je volledig onzichtbaar. Oh, echt waar? Tuurlijk, als je... Nee, je bent niet volledig onzichtbaar, nerd. Ik kan je gewoon zien, hoor. Nee, maar als je item weg doet en je hebt invincibility... Ja, Biofreak is dood! Biofreak is dood! Ja! King, daar gaat hij! Daar gaat hij! Fucking Jordi! Nee! Yes! Ja! Bitch! Fuck. Nu weet je hoe het voelt om ingemaakt te worden. In Minecraft. Oké, ja. Dus dat betekent dat ik maar... Ik heb serieus echt wel de meeste kills gehad. Echt. Ja, ik ging echt niet voor de kills, hoor. Ik wel. Survival of the fittest was het voor mij. Nou. Ja, dat hebben we ook maar weer gezien. Ja. Nou, dan staat het nu toch 1-1, Rick. Dan staat het nu toch wel even 1-1 in totaal. Ja. Nee, dit is een meevalletje voor mij. Ja. Gek meevalletje dit. Wauw. Ja. Oké. Okay. Nou. Dan gaan we de volgende keer maar gewoon cakesleaf proberen. Ja, gewoon even kan Jordi nog een beetje eerder omdat we de video op moeten vullen. Dus Jordi, tussen nu en vrijdag, je moet even heel veel cakesplief oefenen. Je weet wat je te doen staat. Jongen, ik kan toch niet meer winnen. Je kan wel heel veel oefenen voor de eer, weet je. Anders word je 3 keer ingemaakt. Fuck de eer. Hier, Rick. Ik zie wat ik doe tegen de facecam. Fuck de eer. Hou je piemel uit je broek. Nee. Dat nog niet. Nee. Nou jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Geef me even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zijn we vrijdag bij de derde aflevering van Pizza Spleef. En maandag weer met een nieuwe game. Ja. Later. Later. Bye.